Kijk, daar loopt Joel de Muis. Die ken je misschien wel van tv. Met mevrouw Suikerspin gaat hij naar het ziekenhuis. Want Joel kan soms ook niet zo goed horen. Joel mag met de lift mee naar de kinderafdeling. Kijk, daar gaat hij samen met mevrouw Suikerspin. Mama of papa mag ook met jou mee. Fijn hè? Hier mag je samen met mama of papa even wachten. De zuster haalt jullie om 7:15 op. Goedemorgen, Joel. Welkom, ik heet Maureen. Kom verder. Je hoeft helemaal niet bang te zijn hoor. Papa of mama blijft bij je. Joel krijgt een eigen bedje. Net als jij. Joel heeft vanmorgen niets gegeten en gedronken. Dat mag jij dan ook niet. Joel krijgt een armbandje met zijn naam erop. Die krijg jij ook. Dan weten we hoe je heet en wanneer je jarig bent. Kijk, zo ziet een buisje eruit. Klein hè? Je mag ook even oefenen met het kapje. Heel goed inhalen hoor. Wel 20 keer. Kinderen zeggen dat het naar olifantenpoep ruikt. Bah! Dan ga je lekker slapen. Nu gaat Joel naar de slaapdokter. Maar eerst trekt hij een operatiejasje aan. Die krijg jij ook. Als je aan de beurt bent, mag je naar de dokter. Eerst gaan we samen rijden met je bed. En papa of mama mag mee. Kijk, Joel eens lekker liggen. Hij hoeft niet te lopen. We moeten even wachten tot de deur open gaat. Eerst krijg je een muts op. En je mag zelf de kleur uitzoeken. Joel ook, zie je dat? Papa of mama krijgt ook een muts. En het is heel belangrijk dat iedereen zijn handen wast. Kijk, daar gaat Joel weer. Hij gaat nu naar de operatiekamer. Daar komt de slaapdokter. Nu rijden we naar de operatiekamer. Dat is in operatiekamer 3. Je mag eerst even op het andere bed klimmen. En je knuffel mag mee. Joel neemt Julia mee. Zie je wel? Kijk, daar is de dokter. Zij gaat de buisjes in je oren doen. De dokter gaat eerst even vragen hoe je heet en wanneer je jarig bent. Je krijgt eerst een lampje aan je vinger of aan je teen. Je mag de hand van mama of papa gewoon vasthouden hoor. Weet je nog, we hebben samen geoefend met inademen. Joel kan dat heel goed. Inademen en uitademen. Joel krijgt heel veel slaap. Mama of papa is vlakbij en wacht op je. De dokter komt ze ophalen. Wat fijn zeg, Joel wordt weer wakker. Kijk, hij rekt zich goed uit. Dat mag jij ook doen. En als je helemaal wakker bent, krijg je een slaapdiploma. Joel krijgt ook een diploma. Wat heeft hij het goed gedaan zeg? Goed zo, Joel. Nu mag Joel weer terug naar de afdeling. Leuk, weer lekker rijden in het bed. En als je weer op de afdeling bent, mag je lekker wat eten en drinken. Dat vindt Joel ook heel lekker. Als het klaar is, mag Joel naar huis. Hij trekt zijn kleren weer aan. Oh, zie je dat? Joel krijgt een ijsje. Dat is lekker. Jij krijgt ook een ijsje als je weer naar huis gaat. Oh, wat fijn! Joel mag naar huis. Dag Joel, dag mevrouw Suikerspin. Wat fijn dat je nu weer goed kunt horen.